Ja, vrienden, we hebben het gelezen, hè? Over de kakelende kaag. Ja, 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 ja. En we hebben allemaal, met z'n allen hebben we gedacht. Oh ja hoor, daar gaan we dan. Ja, ons kaagje heeft na weet ik veel, 6 maanden en nog langer zelfs. Want 6 maanden is 180 dagen. En we zijn geloof ik al meer dan 200 dagen bezig met die formatie. Ja. En Kaag die heeft nu gezegd van, nou ja, oké, ik doe wel een concessie dan. En dan ga ik toch maar een beetje met de ChristenUnie meedoen. En dan gaan we toch maar proberen het oude kabinet weer voor te zetten. Nou, het is toch werkelijk, dit is een giller eerste klasse. Dat kan je niet eens in het buitenland vertellen dit. Nee, we hebben een mevrouw in de politiek en die heeft gewoon 6 maanden... de formatie, nou ja, 200 dagen de formatie opgehouden. Gewoon omdat ze bezig is met spelletjes. Met het zogenaamde nieuw leiderschap, vrienden. Ja, daar hadden we mee te maken, met nieuw leiderschap. Nou, amahula met je nieuw leiderschap. Want zij heeft dus eerst al die tijd geprobeerd, hè, in de achterkamertjes, pimpampet, heeft ze gaan spelen om GroenLinks en die Partij van de Arbeid erbij te krijgen. Nou, en het CDA en de VVD, die hadden al heel lang geleden gezegd, daar hebben we geen trek in. Ha, maar die Kaag, die kan niet luisteren, die markeert wat aan de oortjes. Dus die zeiden steeds maar, hebben we geen trek in. En die Kaag maar weer door, nou, dan ging ze proberen om GroenLinks en de Partij van de Arbeid ja, lekker samen te laten gaan. En dan zou het wel lukken. Nee. En wat zeiden de VVD en de CDA weer? Hebben we geen trek in? Nou ja. En zij had al die tijd geen trek in de ChristenUnie. Maar dat doe ik niet meer hoor, ChristenUnie. Oh nee, nee. Medisch, ethisch en noem maar op. Daar hebben we maar geen zin in. Nou. En wat hebben we nu dan? Na alle geklooi en alle gepraat en alle gedoe moet Kaag dus zeg maar toch weer, ja, op de knietjes terugkomen en zeggen van, ja, oké, laten we maar doorgaan waar we waren. He, land in crisis. Kaag is eindelijk zover om te zeggen, nou ja, dan gaan we maar door. Dus nu, eindelijk, is kakelende Kaag, is terugkrabbelende Kaag geworden. Dat is wat het is nu. Ach jongens, wat een verdriet allemaal. Maar ja, en nu dan? Want nu gaan we dus weer formeren. En dan komt ze weer gewoon in het kabinet te zitten, deze Kaag. En we zijn nog lang niet van eraf. En we stuntelen en we stumperen en we klungelen gewoon verder met Kaag in Den Haag.